Ja, ik vond dat jammer dat wij op bepaalde momenten dat wij terug in de wedstrijd waren, dat wij een aantal individuele fouten begaan hadden. Dus, en dat kostte ons 2 punten tegen Tongeren. De eerste helft hebben wij beter gespeeld met minder individuele fouten. De tweede helft op belangrijke momenten, dat wij altijd terugkwamen in de wedstrijd, begonnen wij die individuele fouten op te stapelen. En dat is waarschijnlijk ons leergeld die wij voor de Benelliga moeten betalen. En dat hoort ook bij de individuele ontwikkeling van onze jonge spelersgroep. Ja, ik denk dat we hebben de eerste 30ste minuut goed gespeeld. In aanval en in verdediging. Onze 3-2 was niet zo slecht, zelfs goed. En in tweede helft was het een beetje moeilijker, omdat in aanval het was moeilijker. We hebben veel moeilijkheden ontmoeten om de doelpunt te maken. En ja, als je geen doelpunt maakt, is het altijd moeilijk om te winnen. Op en neer eigenlijk. Het was geen makkelijke match, maar dat wisten we van tevoren ook wel. Vizé is gewoon een hele taaie ploeg. We hebben nog geen 48 uur geleden nog een zware wedstrijd gehad tegen Volendam. Ik had wel af en toe het gevoel dat we controle hadden. Soms zakten we wat terug, maar ik denk dat we het uiteindelijk wel als team goed hebben opgepakt. Nou, zoals tot nu toe eigenlijk elke wedstrijd. Ik vond dat wij een goede wedstrijd gespeeld hebben. We begonnen wat minder, daarna pakken we het heel goed op. En daarna brengen we ons eigenlijk, zoals de laatste twee wedstrijden ook was, steeds onszelf in de problemen. En dat is iets waar we mee bezig zijn. Dus voor rust maken we een aantal fouten, waardoor dat we de tegenstander terug laten komen en weer op voorsprong. En dat mag niet gebeuren, dus ik was in de rust ook behoorlijk boos. En daarna hebben de jongens het heel goed opgepakt en toch wel begrepen dat het anders moest. En dat lieten ze meteen zien.